Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft een brief aan de Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat het inburgeringsproces vanaf 2020 op de schop gaat. De taaleis gaat omhoog en gemeenten worden verantwoordelijk om korter op het inburgeringsproces te gaan zitten en de inburgeraar meer bij de hand te nemen. D66 Arnhem organiseerde een avond in congrescentrum Geniet in de Weert, waar wij spraken met verschillende belanghebbenden. Die visie komt er eigenlijk op neer dat het heel lang een zaak van Den Haag is geweest en het nu terug gaat naar de gemeente. En dat wil zeggen dat je eigenlijk die visie daar ook moet gaan vormgeven. En dat gaat op drie manieren volgens ons. De eerste is dat het een zaak is van de gemeenschap. Dus dat betekent een zaak voor de nieuwkomer en voor de bevolking, dus de lokale bevolking. Dat het ook een zaak is van de gemeente zelf om nieuw beleid nu te gaan vormen. En dat het tot slot iets is wat moet openstaan voor iedereen. Dus dat wil zeggen dat alle voorzieningen waar nieuwkomers gebruik van kunnen maken, werk, taal, dat die ook moeten openstaan voor Nederlanders die eventueel ook daar behoefte aan hebben of daar iets aan kunnen hebben. Ik denk dat je wel een aantal normen moet stellen. Het is een beetje zoals bij alle voorzieningen die je in die verzorgingsstaat hebt. Je moet een bepaalde mate van verschil accepteren, maar het moet ook wel rechtvaardig blijven. Dus het moment dat rechtvaardigheid in het geding komt, vind ik het gerechtvaardigd, dan moet je eigenlijk ook wel optreden. Het moment dat het zo ver gaat dat het inderdaad ingrijpt in de vrijheid van mensen, dan wordt het betuttelend en dan knijpt de liberaal zijn ogen even samen. Nu stel je vanavond ook even de vraag in de zaal hier, waarin iedereen mee mocht spreken. Wie vindt op dit moment het integratiebeleid goed gaan en niemand stak zijn vinger op? Wat vond u daarvan? Niet verrassend. Het is de afgelopen jaren dus een nationale zaak geweest, dus het is Den Haag geregeld. Mm-hmm. Daarvoor, tot geloof van het begin van deze eeuw, was het een zaak voor gemeentes. Dat ging beduidend beter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren 90 met de opvang van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië, dan was dat veel beter geregeld. Dat ging een stuk beter. En was er veel meer het idee van dat er een crisis was op het moment dat er grotere groepen migranten kwamen. Dus in die zin is het heel begrijpelijk dat men zegt dat het niet functioneert. En dat men zeer blij is dat het nu teruggaat naar gemeentes. Een stuk wat u gepubliceerd heeft, hè, van nieuwkomende Nederlander, begint ook met het vergelijk van nou, in 1948, vlak na onze Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Toen wilde 1 op de 3 Nederlanders emigreren, waarbij het gebied waar eigenlijk uit weggetrokken werd. En nu is de situatie omgekeerd. Wat heeft u daarmee aan willen geven? Nou, het geeft ook al aan dat iedereen potentieel een vluchteling of een migrant kan zijn. Ik vind klimaat ook een goed voorbeeld waarin je ziet dat mensen moeten vluchten. Simpelweg omdat de omgeving waar ze leven niet meer geschikt is om te leven. Dus de recente historische ervaring, en zeker die na de oorlog, geeft aan dat eigenlijk ieder mens potentieel huis en haard zou kunnen moeten verlaten. En de vraag is dan, wat zouden wij voor die mensen dan betekenen? In die zin is het een historisch besef, denk ik, wat daarin zit. Uw stuk richt zich ook best wel sterk op Europese samenwerking, juist. Klopt dat? En wat is uw visie daarin? Richt zich deels inderdaad op Europees asielbeleid. Wat tot dusver een heel moeizaam beleid is, omdat er heel weinig samenwerking is tussen lidstaten. En onze visie is dat dat veel nauwer moet. Dus er moet een gemeenschappelijk Europees asielbeleid komen. Dat betekent ook een gemeenschappelijke en steviger grensbewaking. Maar dat beleid ontbreekt nu. Er is ook een totale oneenigheid tussen bijvoorbeeld het oosten van Europa en een aantal voormalig landen uit het Oostblok. Daar moet een ander beleid komen wat veel meer samenwerking behoeft. En dat is er nu absoluut niet. Wat is daarvoor nodig binnen Europa? Gemeenschappelijk asielbeleid, dus dat betekent echt een nieuw verdrag. Lange tijd is dat een Dublin-verdrag geweest, wat eigenlijk niet meer voldoet. En er zou eigenlijk een nieuw verdrag moeten komen met gemeenschappelijke regels. Lijkt onbegonnen werk bijna, of niet? Nou, ik denk, er zijn talloze verdragen tot stand gekomen. Dus in die zin bewijst geschiedenis dat het mogelijk is. Maar op dit thema is het wel heel lastig, ja. Dat zal ik wel toegeven. Allereerst, Rami, want jij hebt zelf een inburgeringstraject achter de rug in Nederland. In 2014 ben je hier gekomen, als ik goed onthouden heb. Wat heb jij ervaren? Hoe ben jij opgevangen in Nederland? In het eind van 2014 ben ik naar Nederland gekomen. In het begin van 2015 heb ik een huis hier gekregen in Arnhem. Ik ben gelijk aan de slag bij vluchtelingenwerk Arnhem, alles tot tolk eerste. En daarna, na 1 jaar, heb ik een spreekuur gedraaid. En in 2017 ben ik coachvestiging en geef ik wat informatie voor nieuwe stagiaires. En in 2018 uiteindelijk werd ik aangenomen door gemeente Winterswijk binnen een sociaal team. En ik ben
nu case manager voor statushouders. En ik richt mij op statushouders die tussen 18 en 27 jaar oud op meerdere leefgebieden vastlopen. En als sociaal werker ga ik de statushouder zeg maar helpen, meehelpen of kijken hoe kan ik zijn leven of hun leven op de rit te krijgen en behouden. Ja. Nederland als land zijnde, hadden we jou beter kunnen helpen in jouw integratietraject nog? Ja, eigenlijk. Ik heb een netwerk zeg maar, in Nederland ook opgebouwd. Via vluchtelingenwerk, via collega's. Ook mijn buurman, buurvrouw, ook Dalmatie. Want hier in Nederland staat heel veel instanties kunnen echt goede help aan de statushouders ook bieden. Maar moet eigenlijk de statushouder een beetje bevestiging krijgen om verder te gaan in de samenleving. Ja, en daar heb je vanavond ook over gesproken, die motivatie. Nou, die is bij jou duidelijk aanwezig. Maar is er ook van, ja, heel veel staatshouders die ook van, die moeten eigenlijk bijvoorbeeld een financiële prikkel hebben. Ik hoorde je volgens mij zeggen van, nou, op het moment dat je zegt van, als je dit niet doet, wordt je uitkering afgepakt. Ja, dan komen ze wel. Daar spreekt toch dan iets minder motivatie uit. Is dat jouw ervaring ook zo? Eigenlijk, dit is niet de bedoeling. Maar we moeten een klein beetje de staatshouders massieren, zeg maar. Niet het wennen. Wij is niet verplicht, maar is gewoon massieren. Een klein beetje motivatie, of zeg maar, de statushouder motiveren om iets te doen. Maar ik denk dus de minderheid van de statushouders. Maar de meerderheid hebben echt motivatie om iets te doen in de samenleving en in de participatie. We hebben ook heel veel verschillende wetten rondom de inburgering voorbij zien komen. En dat gaat van dat de inburgering verzorgd werd alleen door onderwijsinstellingen, alleen door ROC's, totdat nu de markt vrijgegeven is en eigenlijk iedereen inburgering mag verzorgen. Wat is uw ervaring binnen die markt? Hoe zit die in elkaar? De inburgeraar die kiest zelf naar welke taalinstituut die gaat. Die wordt geacht dat ook te kunnen uitzoeken als die net in Nederland komt. En daar ligt natuurlijk een groot probleem. Vaak gaat het zo dat ze van mond tot mond elkaar informeren van je kan het beste daar naartoe of daar naartoe. Of het is iemand van vluchtelingenwerk die ze wijst van welke mogelijkheden er zijn. Maar het is nu te veel verantwoordelijkheid die bij een inburgeraar zelf ligt. Want iemand is nog niet in staat om een goede keuze te maken op het moment dat hij net naar Nederland komt. Nee, en worden dan slachtoffer vaak van malafide bureaus, hè, waar je vanavond ook over sprak. Heeft u er wat voorbeelden van of wat ziet u daarin gebeuren in de praktijk? Nou, dat ze in de werkelijkheid geen les krijgen, maar dat ze een verklaring krijgen dat ze 600 uur les gevolgd zouden hebben. Ze zijn hun budget kwijt, hun lening van 10.000 euro, maar ze hebben niet of nauwelijks les gehad. Dus ze zijn van hun inburgeringsverplichting af, maar spreken de taal niet. En ik hoorde u ook eigenlijk zeggen van, ja, nu is het huidige beleid eigenlijk van, nou, hè, je krijgt je verblijfsvergunning en daarna zoekt de inburger het maar uit. Ja. Wat vindt u daarvan? Dat is slecht. Dat werkt dit soort wantoestanden in de hand. Je zou veel meer vanaf het begin moeten kijken, wie heb je in huis, wat heeft hij nodig, wat kan je daarvoor aanbieden. Niet iedere inburgeraar is hetzelfde. Er zitten verschillen van analfabeet tot hoger opgeleid, universitair opgeleid. Daar moet je maatwerk voor leveren. Wat gaat er goed en wat gaat er minder goed? Het is zeer divers wat we meemaken. Waar we tegenaan lopen is het taalonderwijs. Het gaat wat minder goed omdat de taalles die ze leren op school wordt te weinig in de praktijk gebracht. Waardoor een hoop mensen eigenlijk het gewenste taalniveau niet kunnen halen binnen de periode die ervoor staat. Wat we ook zien is dat er erg veel statushouders op dit moment financiële problemen hebben bijvoorbeeld. En daardoor ook vastlopen na een hereniging, echtscheidingen. Kortom, een heel divers situatie en pakket aan problemen die we op dit moment zien. Wat er goed gaat, zijn natuurlijk ook gevallen bij waar het heel goed gaat. Mensen die bijvoorbeeld hoger zijn opgeleid, die sneller te bewegen zijn naar werk, die sneller iets vinden wat bij hun past. En daardoor minder ondersteuning nodig hebben en hun eigen weg proberen te vinden. Die heel erg enthousiast zijn en ook meer capaciteit hebben om de taal makkelijker te leren, sneller te leren. Dat zijn natuurlijk gevallen die erg leuk zijn ook om mee te maken. Ja. Oké, dankjewel. Ik geef aan van, nou, mensen die na die 18 maanden eigenlijk nog onvoldoende op niveau zijn, die moeten we eigenlijk overdragen aan de sociale wijkteams dan in dat geval. Hoe is je ervaring daarmee?
Die is ook zeer divers, de samenwerking. Arnhem kent 8 sociale wijkteams en ieder wijkteam werkt eigenlijk op een andere manier. De overdracht van cliënten gaat ook niet altijd even makkelijk. Wijkteams zijn nog lang niet altijd voldoende ingericht op de begeleiding van deze doelgroep vanwege de... Ja, toch een hele andere cultuur. Kost gewoon veel tijd en energie. Die mensen vallen misschien een beetje tussen wal en schip dan. Of in ieder geval de sociale wijkteams, zegt u, zijn er onvoldoende op ingericht. Ja, die zijn er nog onvoldoende, vind ik, nog onvoldoende op ingericht. Sommige gevallen gaat het ook wel goed, maar in een aantal gevallen gaat het fout. En na die 18 maanden intensieve begeleiding blijven ze wel bij vluchtelingenwerk nog. Mogen ze nog 18 maanden lang naar het spreekuur komen. Dat betekent dat ze dan echt met praktische zaken, dus bijvoorbeeld met hun post of als ze dingen niet begrijpen van de Belastingdienst of noem het maar op, aanvragen voor kinderbijslag en dergelijke, kunnen ze nog 18 maanden ook nog hulp krijgen. Alleen hebben ze dan geen persoonlijke coach meer. Ik denk dat het heel goed is dat met name de controle op het taalonderwijs, dat die teruggaat naar de gemeente, dat er 3 of 4 aanbieders zijn in de gemeente Arnhem die taallessen verzorgen, waarbij de gemeente ook eisen kan stellen aan die taallessen. Mensen moeten er intensiever gebruik van gaan maken. Dat bevordert alleen maar hun integratie en hun inburgering. Dus dat is een hele goede stap, denk ik. En verder denk ik dat het ook heel goed is dat met name het financiële plaatje van de statushouders, dat dus alle vaste lasten de eerste 2 jaar gewoon standaard worden ingehouden om heel veel problemen met financiën die nu op dit moment spelen ook te voorkomen. We'll be right back.